Dag lieve maagd, welkom bij de algemene tarot coaching voor sterrenbeelden. Allereerst een heel gelukkig nieuwjaar. Voor de nieuwkomers vertel ik er even bij, dit zijn algemene tarot readingen. Kan niet voor elke maagd een boodschap bevatten. Een persoonlijke reading is altijd op jouw situatie van toepassing. Je kunt ook tegenwoordig een video reading aanvragen zonder coaching. Dan is dat ongeveer te vergelijken wat ik nu doe. Maar dan hou ik een foto van jou erbij. En dan krijg je je boodschappen via mij van het universum. Om jou op je pad te helpen. Dat is geschikt als je geen coaching wil. Of nog niet wil, of niet aan toe bent. Of, kunnen allerlei redenen voor zijn. Oké. Daar gaan we. Voor Virgo. Situatie wat dwars ligt. Waar het bewustzijn zicht op heeft wat onbewust is. Wat recente verleden. Advies kijkt naar bij je toekomst. Jij. Invloed van anderen. Hoop en vrees. En die. De conclusie. De conclusie. Postponement is leidraad voor deze Virgo, maagd. Uitstel om gelukkig te zijn. Eerst nog verklarende kaarten bij de advieskaart naar bij je toekomst. Een verklarende kaart en een verklarende kaart bij jou. Oké. Ja, postponement. Dat wil dus zeggen dat je uitstelt. En dat kan zeggen dat je uitstelt om in het hier en nu gelukkig te zijn. Maar het kan ook zijn dat je andere beslissingen waarvan je eigenlijk wel weet dat je die moet nemen, dat je die ook uitstelt. Uit angst. Uit angst voor wat het nieuwe je brengt. En dat is jammer, want dan stagneert eigenlijk je groei. Heelheid, dat is voor jou weggelegd in dit leven. Je bent een oude ziel, maar je onschuld is wel aangetast in het verleden. Je bent erg boos. Dat kan zijn dat je heel erg boos bent op een soort van moederfiguur. Maar het is tijd dat dat losgelaten wordt. Dat je de moed krijgt om daar iets aan te gaan doen. Dat je dat ook niet uitstelt om je verdriet te helen daarover. Ja, dat is het de hoop van je hoge zelf. Oké. Ja, op dit moment ben je niet gelukkig, lieve maagd. Je voelt je niet heel. Dat kan ook niet, want er is boosheid en verdriet. Achter de boosheid zit verdriet. Je hebt waarschijnlijk te maken gehad met een moederfiguur. Die moederarchetype. Die heel egoïstisch is geweest. Of nog is. Onbewust speelt dat nog steeds een hele grote rol. Hij ligt in het onbewuste. Je hebt er eigenlijk heel veel verdriet van. Je hebt nooit eigenlijk de koesterende moeder gehad die je nodig hebt gehad. Sterker nog, je onschuld is aangetast. Je puurheid, je authenticiteit is aangetast. Het is een soort van... Deze hebben een soort van narcistische kenmerken. Ze zijn zelf heel erg beschadigd.
Maar hebben een overlevingsstrategie, dat ze zichzelf achter een grote muur verbergen. Uiterlijk vertoon heel erg belangrijk is geworden. Geld heel erg belangrijk is geworden. Bont, veren. Als het uiterlijk maar goed lijkt. Maar kijk, ze zijn niet blij. Ze zijn niet happy. Ze zijn verbitterd. En zijn eigenlijk niet in staat om liefde te geven. Ze zijn gierig met spullen en geld. Maar ze zijn ook gierig met liefde geven. Het kan ook zijn, lieve maagd, dat jij dat ook een beetje hebt. Want dus als jij hier aan als kind blootgesteld bent, dan kun je trekjes hebben overgenomen. Maar dat is niet blijvend. Het is iets wat je kunt transformeren. Als jij naar heelheid transformeert, dat is deze, dat is de Zorba, de Boeddha. Die is heel. Die is zowel Sanang met zijn mannelijke energie als met zijn vrouwelijke energie. En die kan abundance scheppen. Dus ook innerlijke en uiterlijke rijkdom. Maar voor jou is het tijd om je innerlijke woud te betreden. Om echt zo moedig te gaan zijn. Zodat jij weet, kijk, jij bent een oude ziel. Dus voor jou is het heelheid weggelegd in dit leven. Maar je hebt een wond, moederwond. Daar heb je heel veel boosheid over. Waarschijnlijk heb je haat naar je moeder. Daar ben je ook wel bewust van. Hij ligt op het bewustzijn. Achter die woede zit natuurlijk heel veel verdriet. Heel veel verdriet van in de steek gelaten voelen door je eigen moeder. Ik pak deze er toch even bij. Zal ik ooit goed genoeg zijn? Dit boek. Dit is een narcistische verstoorde moeder-dochter relatie. Het is echt een wereld van herkenning als je een verstoorde moeder-dochter relatie hebt gehad. Het hoeft niet alleen voor een dochter. Hè. Als je je hier herkent als zoon, is het ook sterk aan te raden om het boek te lezen. Maar voor jou is eigenlijk, omdat je een wijze ziel bent, kijk, invloed van anderen. Het is moet jij weer herhalen om jou terug te brengen naar bewustzijn. Naar jouw Boeddha potentieel. Dat heb je in je, om die wijze te zijn. Die ben je, maar door je wonden ligt er een schaduw overheen. Dus het wordt tijd dat jij het zelf gaat. Je moet gaan ervaren. De pijn gaan ervaren. Voordat je weer kunt knuffelen. Voordat je weer echt liefdevol kunt zijn. Voor zelfs een boom. De natuur. Voor alles wat leeft. Voor jezelf. Voor anderen. Moet je de dingen gaan ervaren. En dus ook de minder leuke dingen van het leven. Of althans, wat het ego als minder leuk betitelt. Want verdriet is niet leuk en boosheid is ook niet leuk. Maar als je verdriet en boosheid niet ook gewoon accepteert in je leven, zul je ook niet echt blijheid kunnen ervaren in je leven. Dus alles moet je ervaren. Loop voor niks weg. Het is tijd om je woede te erkennen. Maar ook je verdriet. En niet alleen met je hoofd, maar ook het te doorvoelen. Je haat voor de moederfiguur eruit te gooien. Niet naar je moeder toe. Maar, of naar andere mensen toe in projectie. Maar dat je dat in terugtrekking doet. Je moet je innerlijke woud betreden, zegt deze kaart. Het is tijd, het is rijp, dat je een bepaalde wond heelt. En dat je ook oude beperkingen los gaat laten. Zodat je ook weer jouw ware Boeddha-potentieel kunt gaan leven. Maar dat vergt wel heel erg veel moed. Hè? Want je moet ook naar je eigen schaduw kijken voordat je in het licht kunt staan. Dus ook je eigen schaduw, dat je woest bent. Dat je zelfs in staat bent om te haten. Jou wordt geadviseerd om het heel rustig aan te gaan doen. Eigenlijk tijdelijk moet je een schildpad worden. Slowing down. Innerlijke woud betreden. Bij jezelf naar binnen keren. Want je kan,
Als je hier niks aan doet, dan is er continu uitstel om je echt in het licht te kunnen gaan staan, je licht te kunnen gaan schijnen. Er is steeds uitstel dat je om gelukkig te zijn. He, dan is dat geen heelheid. En die woede is gif als je... Kijk, nu komt waarschijnlijk, lieve maagd, jouw woede er op de meest ongelukkige manieren uit. Omdat je het... toch voor een deel eigenlijk niet wil, onderdrukt. Maar omdat jij bent waarschijnlijk een maag die toch wat meer in die mannelijke energie zit. En dan kan het wel eens zo zijn dat je in contact met anderen, als iemand maar een beetje lijkt op deze energie van de miser en egoïstisch gedrag vertoont, of dat je dan woest wordt. En dat je dan ook jezelf eigenlijk een beetje kunt verliezen in boosheid en agressie. Maar nogmaals, ik heb dat ook gehad. Vaak zijn mensen die meer in die mannelijke energie zijn doorgeslagen om zich te beschermen, die kunnen beter boos worden dan verdriet uiten. Daarom ligt deze bij de hoop. Is dat je... naast dat je je verdriet uit, niet naar andere mensen, maar dat je dat in terugtrekking gaat uiten. Dat je achter die dat je dan bij je verdriet uitkomt. Het kan wel zijn dat jij een overtuiging hebt dat boos worden, dat je dat ergens beter vindt dan huilen. Misschien heb je wel een overtuiging over huilen. Dan zou je eens bij jezelf te raden moeten gaan. Ook dat, in dat innerlijke woud te betreden. Van, hoe denk jij eigenlijk over huilen? Want hij ligt bij de vrees namelijk. Ik heb vroeger ook een overtuiging gehad. Bijvoorbeeld, ik wou altijd de sterke vrouw zijn. Ik wou altijd die onaantastbare vrouw zijn. En ik wou nooit als zielig betiteld worden. Dus ik sloeg door naar die zogenaamde krachtige kant. Hè, terwijl je dan eigenlijk ook wel wat macht uitoefent over anderen. Met het masker van de macht draag je dan ook een beetje. En dat je dan mensen ook wel een beetje onder controle wil houden. Maar daarachter zit dus verdriet en dat moet je gaan ervaren. De enige manier om weer die zachtheid te krijgen... Je bent eigenlijk verhard. Maar om dan die zachtheid weer te krijgen, wat ook in jou zit, die onschuld, die zachtheid, dat liefdevolle, dat zachte, die vrouwelijke energie, die moet je weer gaan ervaren om ook je balans weer te krijgen tussen mannelijk en vrouwelijk. Wat ik al zei, deze is heel mannelijk en vrouwelijk in balans. Ik heb het idee dat jij het mannelijke meer bent doorgeslagen naar het mannelijke. En dan schiet je ook regelmatig in een soort fighting. Een vechten, strijden. Om jezelf eigenlijk te beschermen. Je durft niet kwetsbaar te zijn. En dat is ook wat je ervan over hebt gehouden van deze energie. Is dat je je achter een muur, stevige muur beschermt. En dat je denkt van nou, de aanval is de beste verdediging. Maar daar word je heel erg ongelukkig van. En dat is uitstel van ook gelukkig kunnen worden. Het is tijd, het is rijp om de oude ballast van vroeger los te laten. Ja, kijk, als je het niet doet, dan krijg je iedere keer torenervaringen, stormervaringen in je leven. Dit zorgt voor heel veel storm, ruzies, conflicten, ellende. Dat je daar ook weer rot over voelt. Daar moet je vanaf. Je moet in actie komen om niet meer uit te stellen om van deze wonden te helen. Want waarschijnlijk weet je het wel dat dit geheeld moet worden. Maar wellicht vind je het spannend om aan jezelf te werken. Om je eigen schaduw onder ogen te zien. Nee, want hij ligt niet voor niks bij jou. Het vergt ook moed hoor. Het vergt ook moed. Want je moet alles in jezelf onder ogen zien. Wat ook niet altijd even de schoonheidprijs verdient. Hè? Met je eigen gedrag. Maar dat heb ik ook moeten doen.
En het zal je bevrijden. Het zal je echt bevrijden. Kijk, want nu schep je iedere keer ook met je eigen gedrag. Met heel veel woede. Schep je natuurlijk hele emotionele ervaringen. En moeilijkheden. En deze zeggen, consider what is going on. Ja, overweeg wat er aan de hand is en kijk naar de situatie met kalme klaarheid en met liefde voor jezelf. En onderzoek jouw opties en eer jezelf en jouw intenties. En dan stand up for yourself and take action on your own behalf. Stel het niet langer uit om voor je eigen heelheid op te komen. Erken dit, ook dat je haat voelt. Dat er achter die haat heel veel verdriet zit van dat onschuldige kind. Maar dat je op dit moment je wijze ziel niet tot uitdrukking kunt brengen. Je boeddhaschap kun je niet tot uitdrukking brengen. Omdat je die heelheid niet hebt. En nog eigenlijk, ja, nog met haat en zit. En dat is gif. Ja, het is de tijd om voorwaarts te gaan voor jou. Actie te ondernemen in plaats van uit te stellen. Dus met je eigen heelheid bezig zijn en het oude los te laten. Zodat je niet steeds weer diezelfde toren- en stormervaringen aantrekt. Je moet nu acties ondernemen om richting jouw doelen te gaan. En het eerste doel is nu heelheid bereiken. En je onschuld weer terugkrijgen. En oude wonden helen van de moederwond. Zo, ja. Affirmaties van ook dat je al doet alsof er het leven al heel mooi is. Today I will try acting as if. A positive form of pretending. This is a good way to get past part of a problem or overcome fears and doubts. I will act as if the situation is already resolved and get on with my life. Affirmeer van, ik heb het recht om gelukkig te zijn. Ik heb het, dat soort, alsof het er al is van, ik ben liefdevol, ik ben heel. Maar dan zet je dat in werking, dat dat dan ook gemanifesteerd wordt. Maar dan moet je zelf natuurlijk ook actie dan op ondernemen. Weet dat je eigenlijk dat dit niet blijvend is. Je hebt ook een ontzettende dorst voor wijsheid en waarheid, waar ze ook maar zijn. Maar wat voor jou belangrijk is, is dat je ook jezelf, die zoeker, een spirituele zoeker, dat je dat niet uitstelt om je ook te committen met het pad, het spiritueel pad. Inability to commit to a path once found. Misschien waar je ook nog met op het spirituele pad, pad nog met allerlei stromingen mee. Maar dat het belangrijk is om ook je een bepaald pad dat je hebt gevonden, dat je daar ook echt je aan commit. En dat is nu eerst heel worden. Dat is het onderdeel van een spiritueel pad, is eigen. Ja, eerst het eerste deel van je leven heel veel lijden scheppen, hè? Met onbewuste processen. Dan het lijden eigenlijk moe zijn en steeds in diezelfde narigheid terechtkomen. En dat je dan op een pad wordt gezet, een spiritueel pad wordt gezet, een helingspad wordt gezet. En dat je daar dan ook aan commit en daarnaast een dorst blijft houden voor wijsheid en waarheid van het Boeddha-bewustzijn. Nou, en dan word jij ook geleid naar waarvoor jij hier op aarde bent geïncarneerd. En dan ben je zelf waarschijnlijk straks later ook een spirituele leraar die dat weer overbrengt aan anderen. Oké, dat was het. Nou, gelijk een boer. Oh jee. Nou, ik...
Als je voelt dat ik jou zou kunnen helpen, onderaan deze video staat de link naar mijn website. Belangrijk om je woede en je verdriet te leren hoe je dat moet gaan uiten. En hoe je bij die woede van dat innerlijke kind komt. Mijn excuus voor de boer. Tot volgende maand. Bye bye.